Gijzelaars in Beirut met de dood bedreigd. De dollar stijgt weer. Aquino laat opstandelingen berechten. Goedenavond. De Amerikaanse marine heeft even ten zuiden van Kreta een aantal schepen gestationeerd. Vanuit deze positie is snel militair ingrijpen in Libanon mogelijk. De Amerikaanse maatregel is een direct gevolg van de laatste reeks ontvoeringen in Beirut. Afgelopen zaterdag nog werden 4 professoren gekidnapt. 3 van hen hebben de Amerikaanse nationaliteit. De ontvoering van de professoren is opgeëist door een ondergrondse groepering die zich de Islamitische Jihad voor de Bevrijding van Palestina noemt. In een brief aan een internationaal persbureau schreven de ontvoerders bovendien dat ze hun gijzelaars zonder pardon zullen doden wanneer de Verenigde Staten inderdaad militair zouden ingrijpen. Om het dreigement kracht bij te zetten was er een foto meegestuurd waarop een van de gijzelaars met automatische pistolen onder schot wordt gehouden. Uit vrees voor nog meer ontvoeringen heeft de Amerikaanse regering haar burgers verboden nog naar Libanon te gaan. Effective immediately, U.S. passports are not valid for travel to, in, and through Lebanon unless specifically validated for such travel. Some of our citizens believed, and may still believe, that their profession, national origin, religious affiliation, links to Lebanese citizens, or their own precautions might save them from the dangers about which they have repeatedly been warned. The events of the past few days have demonstrated that private citizens have neither sufficient information to evaluate the threat against them, nor the means to protect themselves. De regering van de Verenigde Staten heeft alle Amerikanen die nu nog in Libanon zijn opdracht gegeven het land binnen 30 dagen te verlaten. Wie zo roekeloos is om toch te blijven, kan rekenen op een boete van $2000. De koers van de Amerikaanse dollar is in Amsterdam met 2 cent gestegen, dus weer net boven de 2 gulden gekomen. Wat betekent die nog steeds zeer lage dollar nu voor ons land? De daling van de dollar scheelt de Nederlandse staat zo'n 2 miljard aan inkomsten. Dat komt omdat het Nederlandse aardgas dat verkocht wordt aan het buitenland in dollars wordt afgerekend. Vorig jaar leverde een dollar bij het inwisselen nog gemiddeld 2,47 gulden op. Dit jaar zal dat niet meer zijn dan 2 gulden, zo heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Het verschil levert de staat een tegenvaller van 2 miljard op. Maar tegenover deze forse tegenvaller staat een even grote meevaller. Dat komt door de stijging van de olieprijzen in de afgelopen 2 maanden. Door de koppeling van de olieprijzen aan de aardgasprijzen zal dit jaar de prijs van het gas weer omhoog gaan. En dat betekent extra inkomsten voor de staat, ook weer van 2 miljard gulden. De eigen bijdrage voor ziekenfondspatiënten lijkt een stapje dichterbij te zijn gekomen. De ziekenfondsraad is er eigenlijk tegen, maar zo luidt het advies aan staatssecretaris Dees, over een eigen bijdrage kan worden gepraat als het niet lukt de bezuinigingen in de gezondheidszorg volledig te halen bij de ziekenhuizen, de artsen en de apotheken. De ziekenfondsraad sprak vanmiddag in Amstelveen over de bezuinigingen op de ziektekosten. Tot en met 1990 wil staatssecretaris Dees 1,2 miljard gulden besparen op de gezondheidszorg. Zoals te verwachten was, waren de meningen verdeeld. De vakbeweging en de ziekenfondsen zelf stonden tegenover het blok van werkgevers en de medische sector. Het verdeelde advies luidde tenslotte: eerst kijken of er bezuinigd kan worden door een kortere verpleegduur in de ziekenhuizen, minder verwijzen door de huisarts naar de specialist en zuiniger te zijn met het voorschrijven van medicijnen. Pas als dat niet lukt, mag de eigen bijdrage van de fondspatiënten worden besproken. En als die er komt, is hiervoor een aparte herverzekering nodig, waarvan niemand mag worden uitgesloten. De eigen bijdrage lijkt dus een stapje dichterbij. En de vakbonden zijn er tegen. Een vertegenwoordiger van de FNV, de heer Muller, is in de studio. Meneer Muller, waarom bent u tegen? Nou, eigenlijk om 2 belangrijke redenen. In de eerste plaats, het kan anders. Dat is vanmiddag ook duidelijk aangegeven in de ziekenfondsraad. Het kan ook door de gezondheidszorg echt, door doelmatiger te werken bijvoorbeeld, goedkoper te maken. Dat is 1 reden waarom we tegen zijn. En de 2e reden is dat eigen bijdrage een ontzettend onrechtvaardige maatregel is, omdat het vooral die mensen treft die vaak ziek zijn
En omdat het ook nog de mensen treft die de laagste inkomens hebben. Die treft het extra omdat eigen bijdragen een vast bedrag zijn... wat ze elke keer moeten betalen als ze naar de dokter toe gaan. Nou, over wat voor bedragen hebben we het dan eigenlijk? Om nou eens een voorbeeld te nemen. Een bejaard echtpaar, de vrouw die moet iedere week naar de fysiotherapeut en slikt medicijnen. De man heeft ook medicijnen, gaat eens in de 6 weken naar de specialist. Wat kost het die mensen dan? Nou, precies is dat niet aan te geven. En het hangt er ook nog vanaf of ze wel of niet dat dan gaan herverzekeren. Kijk, als ze dat wel doen, als ze wel een herverzekering afsluiten, dan kosten ze toch al gauw zo'n 100, 150 gulden per jaar extra. En dat is op een inkomen, op minimumniveau, toch altijd een hele forse bedrag. Als ze niet herverzekeren, en het gaat om een vrijwillige herverzekering, dan kan dat, als ik goed geluisterd heb naar wat u allemaal genoemd hebt, dan kan het toch gauw zo'n 400-500 gulden per jaar gaan kosten. En dat zijn natuurlijk toch gigantische bedragen. Nogmaals, als je vooral praat over mensen die met een inkomen van 1500 gulden in de maand of iets daarboven rond moeten komen. Wat zal er nou gebeuren, denkt u? Het regeerakkoord is heel duidelijk. De helft van die bezuiniging moet komen van inderdaad goedkopere gezondheidszorg, maar de andere helft moet komen van de patiënten zelf. De ziekenfondsraad heeft zich nu vanmiddag wat anders uitgelaten. Maar wat denkt u dat er zal gebeuren? Nou kijk, wat toch erg belangrijk was vanmiddag, vinden we als FNV... Dat is dat een meerderheid van de ziekenfondsraad heel duidelijk heeft gezegd... Staatssecretaris, als u toch wilt bezuinigen... als u toch een bepaald bedrag wilt binnenhalen... kijk dan toch met name in eerste instantie of die zorg, de gezondheidszorg, zelf goedkoper kan. En in het advies wat we behandeld hebben en vastgesteld, daar worden ook een aantal heel concrete voorbeelden gegeven. Dat zegt de meerderheid van de raad. En pas als het helemaal niet anders kan, dan zou gekeken kunnen worden naar die eigen bijdrage. Hoewel, nogmaals, een deel van de raad, waaronder de vakbeweging en de FNV, daar heel sterk tegen is. Maar het regeerakkoord ligt er. Jawel, maar ik denk dat ook dit advies toch aansluit bij een debat, bij gesprekken in de Tweede Kamer, die ook in die richting wel een beetje wijzen. En ik ga ervan uit dat ook de staatssecretaris bereid is om naar een adviesorgaan van hemzelf, die met een goed advies komt, die aangeeft dat er andere rechtvaardiger wegen zijn, dat hij ook bereid is daarnaar te luisteren. Dat zou moeten blijken. Dank u wel, meneer Mullen. Graag. Ziekenhuizen hebben al flink moeten bezuinigen. Tientallen miljoenen guldens minder is er beschikbaar voor behandeling en onderzoek. De BMA, dat is de Belangenvereniging Mensen met AIDS, maakt zich daar grote zorgen over, omdat het aantal AIDS-patiënten maandelijks stijgt. Er zijn al 218 AIDS-patiënten geregistreerd in Nederland. Daarvan zijn er intussen 126 overleden. Minder geld voor de gezondheidszorg betekent dat ook minder zorg voor AIDS-patiënten. Dat is de vraag en het is een van de beweegredenen om de Belangenvereniging Mensen met AIDS op te richten. Achter de tafel mensen die de dood voor ogen hebben. Het einde van hun leven is in zicht. Op deze persconferentie vandaag maakte zij de oprichting bekend van de BMA, Belangenvereniging Mensen met AIDS. Een vereniging voor patiënten, vrienden en familie. Voor hetero, bi en homoseksuelen. Iedereen kan AIDS oplopen. Een van de patiënten aan tafel is Kees Vriezekoop. Hij is 39 jaar. 13 maanden geleden vertelde artsen hem dat hij de gevreesde virusziekte heeft. Wat kan de BMA doen? Ik heb hele goede medische begeleiding. Ik heb een heel fijne huisarts. En ik heb hele fijne vrienden. Maar die weten niet waar ik doorheen ga. Ze staan er buiten. Je praat met iemand, ik kan dus met een AIDS-patiënt om de tafel over die dood of over de pijn of over de... Kan ik heel goed begrijpen, omdat ik in hetzelfde schuitje zit. En dat is dus voor mij de reden geweest om bij die BMA in het bestuur te gaan zitten. Omdat patiënt praat, je begrijpt elkaar beter. Nederlands grootste chemieconcern Axo heeft het afgelopen jaar geen slecht resultaat geboekt. De winst over 1986 van de multinational is bijna even groot als over 1985 en bedraagt 840 miljoen gulden. Toch heeft Axo aanzienlijk minder omgezet dan in 1985, maar liefst 2,4 miljard minder. Die lagere omzet is veroorzaakt door het afstoten van bedrijven en door de lagere koers van de dollar. En al probeerde het bedrijf meer producten af te zetten in binnen- en buitenland, het ontving er minder geld voor. Maar toch is het over de hele linie niet slecht gegaan. En dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de groei van de werkgelegenheid bij Axo. Bij het bedrijf met vestigingen over de hele wereld kwamen er 3400 werknemers bij. In Nederland waren dat er 500. Axo heeft vooral meer mensen aangenomen voor onderzoek in de laboratoria.
Ook het aantal jongeren in het bedrijf is toegenomen. Iran beschuldigt Irak ervan dat het weer chemische wapens gebruikt. Het Iraakse leger zou gifgas hebben ingezet nadat Iran begin deze maand met een groot nieuw offensief begon. Iran heeft het gebruik van gifgas bij de Verenigde Naties aangemeld en wil dat deskundigen van de VN aan het front een onderzoek instellen. Deze week zijn in West-Duitsland 9 Iraanse soldaten overleden die aan gifgas hebben blootgestaan. Ze waren 10 dagen geleden uit Iran overgevlogen voor medische behandeling. President Cory Aquino van de Filipijnen wil dat opstandige militairen worden gestraft. Ze zullen, zo zei ze, voor een militaire rechtbank verschijnen. De opstand in de Filipijnen is voorbij. Na ruim 48 uur kwamen de militairen uit het televisiestation dat ze hadden bezet. Met bussen werden ze naar de militaire gevangenis gebracht, in afwachting van berechting. Ook Canlas, de leider van de coup, moet zich verantwoorden. Maar eerst was er vandaag een persconferentie, samen met de bevelhebber van het leger, Ramos. May I correct that term, surrender? We never left the armed forces. We have always been with the armed forces. De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en de Europese gemeenschap lijkt van de baan te zijn. Na 2 dagen dag en nacht onderhandelen zijn de Verenigde Staten en de EG het met elkaar eens geworden over de in- en export van hun producten. De dreigende handelsoorlog ontstond toen Amerika zijn graan niet meer kwijt kon in Spanje en Portugal. Beide landen traden toe tot de EG en Europese graanhandelaren namen de plaats in van Amerikaanse. De Amerikaanse graanexport was goed voor $400 miljoen per jaar. En omdat ze dat kwijtraakten, wilden de Verenigde Staten compensaties. Amerika dreigde de invoerrechten van kaas, wijn en andere producten enorm te verhogen als de EG die compensatie niet wilde geven. Maar vandaag werd bij monden van EG-onderhandelaar de Klerk een akkoord bekendgemaakt. De EG zal jaarlijks 2 miljoen mais op de wereldmarkt kopen. Amerikaanse graanhandelaren twijfelen echter of de EG het nu gesloten akkoord wel zal naleven. En volgens de laatste berichten uit Brussel zullen de 12 zich ook niet voetstoots neerleggen bij de regeling van EG-commissaris de Klerk. Het waren de afgevaardigden van Spanje, Frankrijk, Griekenland en Italië die een nadere toelichting wensten. Het Kamerdebat over de veiligheid van de kerncentrale in Borselen is meegevallen, vinden de verantwoordelijke mensen van de centrale. Maar er valt door ons nog veel te doen, zei een woordvoerder van de kerncentrale vanavond. De kerncentrale mag van het kabinet, ondanks tekortkomingen, eind volgende maand weer gaan draaien. Die tekortkomingen waren eind vorig jaar door een internationale commissie geconstateerd. Het management deugde niet, de veiligheidscontrole was niet goed genoeg en het personeel lang niet waakzaam genoeg. De Tweede Kamer was daar ongerust over. De Partij van de Arbeid vond dat de centrale pas weer open zou mogen als alle mankementen zijn verholpen. Maar de regeringspartijen, CDA en VVD, steunden staatssecretaris De Graaf van Sociale Zaken. Die wilde noodzakelijke verbeteringen in verschillende fasen aanbrengen. De officier van justitie in Rotterdam heeft 14 jaar gevangenisstraf geëist tegen een man die de 3-jarige dochter van zijn vriendin doodsloeg. Eind oktober van het vorig jaar werd bij de politie aangifte gedaan van vermissing van het kind. Ze zou in een warenhuis spoorloos zijn verdwenen. Enkele dagen later werd het meisje gevonden, begraven in een park bij de Euromast. De man en de moeder van het kind bekenden toen dat ze overleden was na mishandeling. Ze had haar boterham niet opgegeten en in bed geplast. De verdachte wil niet meewerken aan een psychiatrisch onderzoek. De moeder moet nog voorkomen op beschuldiging van medeplichtigheid. Tot slot het weer. Hier is Henk van Dorp. Dit hoge drukgebied dat zorgde vandaag al voor de zon in ons land, dat trekt vannacht over ons land naar het zuiden. Vandaar dat het behoorlijk koud gaat worden. De temperatuur die zakt naar min 12 misschien wel in het oosten van het land. In het midden en in het westen zal het iets minder koud zijn. Morgen wordt opnieuw droog en zonnig, weinig wind en die middagtemperatuur die blijft iets onder nul. Tot zover het half elf journaal. Goedenavond.